Zeg, wanneer komt die andere ik vrouw? Zeg, maar toen werd het een auto, hè? Ik een andere vrouw. Maar goed, ik ben nu eerst nog even aan het sparen voor die McLaren af te betalen. En als dat gelukt, dan gaan we verder kijken naar andere vrouwen. Ja, nou, af en toe mag ik mee met die tweede liefde. Heel af en toe, hoor. Heel af en toe. En dan, als ik dan mijn eigen heel goed gedragen heb, dan mag ik mee in de auto. En dan mag ik er ook van genieten. Wat is het geheim? Blijven praten, ruzie blijven maken. Met name ruzie blijven maken is heel belangrijk. Goed maken is nog beter. Goed maken is dan ook goed. Hey, lieve schat. Na 18 jaar huwelijk zijn ze nog altijd even verliefd op elkaar. Wat vind ik leuk aan jou? Oh, je mooie blauwe ogen en je glimlach. Nee, het is een doorzettingsvermogen. Hij is in staat om overal werk in te vinden. Dus kan hij niet zingen, dan gaat hij de drank in. Of dan... Aan de drank. Maakt allemaal niet uit. Ze is ook een eigenwijze vrouw met heel veel doorverzettingsvermogen. En kan af en toe tegengas geven, maar is het ook heel vaak wel met me eens. En dan loopt het zoals het moet lopen. Toen ze 2 jaar geleden samen in quarantaine moesten, was dat wel even anders. Nou, na 10 dagen vlogen bij ons de borden door de kamer heen. Want ik ging me met dingen bemoeien waar zij altijd het zeggenschap over hebben. Met kinderen bijvoorbeeld. En dan zei ik van, maar die moeten wel om 8 uur naar bed. Dus joh, ze gaan altijd om 8:10 naar bed. Waar bemoei je je mee? Weet je? Dus dat soort gesprekken en discussies kregen we. En uiteindelijk ben ik na 12 dagen, ik zeg, zoek een ruimte binnen zitten. Ik ga eruit, want ik vermoor je. Ja, zegt ze, je moet eruit, anders kom je nooit meer in. Maar goed, we zijn er goed uitgekomen. We zijn er nog. Na een nieuw servies zijn we er weer uitgekomen.